Vanochtend omstreeks 9 uur hebben een tientallen veehouders een petitie ingediend bij de DC bestemd voor de president. In de petitie eisen de veehouders dat de stalweide die is toegekend per beschikking aan de heer Ratchi, dat het per onmiddellijk wordt teruggedraaid, want ze kunnen maar niet begrijpen dat een stalweide met koeien wordt uitgegeven aan Ratchi. Het gaat om tientallen leden, dicht bij de 50 leden en ongeveer 2500 koeien. Dus zij eisen onmiddellijk dat de beschikking wordt teruggedraaid. Betreft is vanuit het gestel in de Europolder. Excellentie, met grote bezorgdheid schrijven wij de ondergetekende veeboeren van blok 3 aan de boerderij Matthijweg ten westen van Europolder en ten oosten van Nanipolder, Sipotil ID, nu aan. Allang zijn we van ons rust geraakt door berichten op social media waarin wordt beweerd dat het benoemde gebied reeds is toegewezen aan de stichting Ratsereisindustrie. Wij willen u laten weten dat wij zeeboeren al sinds 1930 actief zijn in dit gebied met onze vriendinnen. Op dit moment hebben we onze weiden meer dan 2000 runderen. Echter voelen we ons momenteel machteloos. We staan hier voor een dilemma waar we onze veestapel moeten ontwerpen. Er zijn tal van huishoudens die afhankelijk zijn van al bedrijfsleden op dit terrein. Met het uitgeven van deze 178,27 hectare is niet alleen het bestaansrecht van deze boeren in gevaar gekomen, maar ook het veeteeltsector is in de grond ingevoerd. Herhaaldelijk worden onze poorten vernield en worden de duikers voor de watersysteem afgesloten. Twee veeboeren hebben uit eigen zak, eigen kosten, dagenlang water gepompt om het gras te laten koelen tijdens de droogte. Er zijn inspanningen geleverd om schrippels te maken om de stalweide droog te houden, waarbij de veeboeren zelf veel moeite hebben gedaan om het gras te laten groeien door duikers te laten plaatsen op eigen kosten. Momenteel zijn er aanzienlijke investeringen gedaan door de LVV om de besproeiing rondom de stalweide te realiseren. Daarnaast heeft een zeeboer duizenden uitgegeven om een grasmachine te huren om het ontbossingsproces te versnellen. Nu blijkt dat de heer Ratchi beschikt over een vrucht van het verwonde vonnis, waardoor de politie machteloos staat en niet kan optreden bij aangifte. Wij benadrukken dat de datum van deze brief van Centraal Beland is van de berekening van de termijn voor hoge beroep. Wij verzoeken u vriendelijk om de toewijzingen aan de eerder genoemde stichting in te trekken en de wijzer opnieuw onder de hoede van de staat te brengen. Daarna roepen wij op tot het ontslag van de minister van CDD, omdat haar beleid onnodige financiële lasten legt op de Nigeriaanse gemeenschap voor de front uit te voeren. Wij vragen ook een strafrechtelijke onderzoek van de front-inspecteur die de minister heeft gerapporteerd. Wij hopen op een spoedige oplossing te vinden. Als bijlage zijn er les lezen met handtekening en u krijgt ook een stukje van de front. Dat heb ik ook vandaag gecommuniceerd met de inspecteur van Wouter. En het mag nooit zo zijn
dat er stukken op social media gegooid worden, gelanceerd worden, zonder dat de overheid het officieel weet, of de douane tenminste, of wie dan ook. Maar er is nog steeds, nogmaals, geen enkel officieel stuk naar mij toe gekomen. En op basis daarvan is die man reeds aangemaakt dat hij daar niet mag begeven. Dat is heel erg duidelijk. En dit gaan we zeker niet zo laten, want het mag nooit zo zijn dat plus weer 2000 koeien met de veeboeren erbij in zulke grote problemen geraken.